Een hele goede middag, morgen, avond, wanneer je dit ook kijkt. Welkom bij The Dutch Strategist. Wat? Huh? De neuk? Wat de neuk is er gebeurd? Met Oblivion Gaming. Nou, daar ga ik het dus even over hebben. Het is nu de dag van upload, 1 juli. En het is eigenlijk de dag dat ik, Jelle, mijn nieuwe doorstart ga maken in een nieuw jasje. En eigenlijk de hele boel omgegooid. En in deze video wil ik het daar dus even met jullie over hebben. Dus op de achtergrond zien jullie overigens de gameplay van Medieval 2 Total War. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar hoe dan ook. Waarom heb ik gekozen voor The Dutch Strategist en niet voor Oblivion Gaming? Nou ja, de afgelopen maanden is er een hoop gebeurd en is er een hoop veranderd. Op Oblivion Gaming was ik natuurlijk voornamelijk bij jullie bekend te kijken als de Minecraft YouTuber en de hele tijd Kingdom Service en whatever the fuck ik ook in mijn hoofd haalde om het eens te proberen. En dat is nu eigenlijk een beetje voorbij. Ik heb de laatste Kingdom Service Fantasy Craft 2, hebben jullie waarschijnlijk nog wel wat van meegekregen. Mijn laatste teken van leven, zeg maar. En dat liep niet zo heel lekker. Weet je, er waren veel onderlinge ruzies. Met mij, tussen de staf, spelers. En het pakt gewoon niet uit zoals het had gehoopt. Er zijn heel veel mensen weggegaan, terecht, want het was ook gewoon echt bullshit hoe het liep. Er zijn een hoop mensen die zeiden ook van ja, op deze manier kunnen we niet met de server verder, met jou verder en alles. En toen heb ik uiteindelijk toch besloten om de server te verkopen aan een andere owner. Server dingen, die wou graag de server hebben, dus nou, here you go. Nou ja, dat is even het een lang verhaal kort maken. Dat ging dus ook niet zo lekker. Heb ik overigens niks mee te maken gehad. Maar ja, die server is dus in een shutdown gegaan uiteindelijk. En ik heb er dus een soort van voor gekozen om een andere route in te slaan dan alleen Minecraft. Ik wilde eens een keer wat anders doen. Ik wilde wat aan mezelf gaan doen. De laatste tijd heb ik me toch echt als een tegen heel veel mensen, de laatste jaren denk ik wel, als een enorme luldebehanger. opgesteld. En ik vond toch dat het tijd was om daar verandering in te brengen. Ik word ouder. Ik ga mijn hele leven dus daarom een hele andere koers slaan. Ik begin steeds meer dingen anders te zien dan hoe ik dat deed. En mijn gedrag tegenover mensen is daarbij niet uitgesloten. Ik heb me echt als een enorme lul gedragen tegen een hele hoop mensen. En dat mogen jullie best weten. En die mensen die weten waarschijnlijk zelf ook over wie ik het heb. Maar dat is even terzijde. Ja, ik ben dus na gaan denken. Ik ben een hele hoop mensen ook kwijtgeraakt in die periode. Best jammer. Van een aantal. Sommigen, dat was voor een klein beetje, ja, te verwachten. Maar hoe dan ook, dat doet er verder niet toe. Maar ik heb dus gekozen in die periode waarin ik dus eigenlijk mezelf helemaal heb afgesloten van de mensheid, bijna. Om mijn leven gewoon een hele andere koers in te gooien. Ik heb dus besloten om ook het negatieve verleden wat ik heb opgebouwd met Oblivion Game achter me te laten en een hele nieuwe koers daarmee in te slaan. En ja, wat wil ik dan gaan oppakken hierop? Het heet de Dutch Strategist, de Nederlandse strateeg. Nou ja, waar wil ik dus mee op gaan richten? Strategy games. En dan hoeft het niet per se de RTS, Age of Empires shit te zijn. Maar er moeten ook gewoon andere dingen tussen zitten. Weet je, Medieval 2 Total War is een van mijn favoriete spellen die ik heb. En dat wil ik ook graag met jullie gaan delen. Ik wil gewoon de Nederlandse strategiegroep weer eens een beetje op gaan zetten. Dat is de laatste. Ik kan ze niet echt vinden, zeg maar. Dus het lijkt me super tof om dat met jullie samen te kunnen doen. En daarmee heb ik dus ook gekozen om dus mijn hele, ja, kanaal ook een hele andere kant op te trappen. Want ik persoonlijk heb het meer op strategy games dan, ja, de andere games die ik eerst speelde. Minecraft is oké, maar is niet helemaal mijn ding momenteel. Ik zal het niet helemaal uitsluiten, maar ik wil het wel echt gaan minderen en al helemaal hier. Dus ja, wat is dus nu het idee? Ik ga dus voor mezelf doen wat ik leuk vind. Ik ga strategy games uploaden. Je kunt altijd suggesties indienen. Ik vind het hartstikke tof. Samen spelen? Graag. Hartstikke tof. Lijkt me super vet. Daar
daarvoor dus ook de middelen, ja, de games, Medieval 2 Total War, zal ik vaker gaan uploaden. En daarbij wil ik dus ook gewoon 5 copies bij deze video al meteen weggeven. Zodat wij, ik met een paar mensen dus, die dus mee willen doen, gewoon eens een keer lekker battles kunnen doen. Gewoon lekker opnames maken. Gewoon lekker strategy games spelen. Ik weet zeker, het is een oud spel. Het is al 10 jaar oud. Dus het is niet helemaal geoptimaliseerd. Dus nu en dan heeft het zo zijn issues met, ja, de nieuwere computers. Maar dat maakt voor mij niet uit. Het is een geniaal leuk spel. En het laat zoveel zien van mensen. Je kan echt gaan nadenken. Het is dus, ja. En ik wil het graag met jullie delen. Dus vandaar bij deze 5 keer Medieval 2 giveaway. Wat moet je daarvoor doen? Laat gewoon in de comments weten dat je mee wilt doen. En de eerste 5 mensen die pluk ik er gewoon uit. En hier, here you go. Je krijgt mijn CD-key voor Steam. Kan je activeren. En ja, speel met me mee. Weet je, we gaan er gewoon wat leuks maken met elkaar. En ik wil het graag gewoon met jullie doen. En niet meer zo op mezelf gericht zijn. Ik wil juist, ja, ik wil anders gaan doen dan hoe ik was. Minder een dicklord zijn en gewoon wat meer mijn vaardigheden delen met jullie. Met de kijker, met mensen om me heen. En misschien op die manier weer hele nieuwe goede vrienden vinden. Gewoon mijn hele leven herbouwen. Dat doe ik ook, zeg maar, buiten de computerwereld om. Ik ben ik ga komend jaar beginnen aan de opleiding audiovisueel specialist. Wat het inhoudt is dat ik heel veel bezig zal zijn met film- en videoproductie. Het is ook een klein stukje wetenschappelijk. Als je kijkt, ik moet de hele werking en stralen en dingen van beeld en geluid weten en licht en al dat soort gekkigheid. Dus dat is ook best wel vet. En daarmee zullen dus ook heel wat projecten en trips en whatever van komen. En dat wil ik gewoon ook gaan jullie gaan delen. Lijkt me super vet. En dat past ook heel mooi bij wat ik hier nu ook al doe, gewoon als hobby, het YouTuben. En het lijkt me gewoon leuk om dat dan een beetje samen te kunnen voegen. Weet je, dus er zullen ook misschien wat projecten van mijn school verschijnen waar ik trots op ben. Trips, ik bedoel, Jorian en Roos, ja, ze leven nog wel. Jorian die is volgens mij in een put van verdwijning gegaan of zo. En Roos, ja. Roos, ja, natuurlijk, die heeft een vriendje. En dan weet je hoe dat gaat, hè. Dan moet ze iemand onder de plak houden en dan is er geen schijn van kans meer voor de rest van de wereld. Om aandacht te krijgen, bedoel ik dan natuurlijk. Maar ja, dat dus. En ja, ik wil dus, ik ga naar heel veel plekken toe ook. Er zullen heel veel random video's er komen. Wat meer een kijk geven in mijn leven. Ik wil mezelf niets meer zo opsluiten achter mijn dingetje, maar ook wat meer vrijgeven. Onder deze video is echt nog steeds geen webcam, maar dat doe ik vrijwillig. Want ik wil gewoon meer dat jullie op deze game kunnen focussen, op deze gameplay. En dat jullie kunnen zien van hoe vet het is. Zoals jullie op beeld zagen, nu de battle is eigenlijk al voorbij, maar is gewoon een gigantische leger en die knallen op elkaar in. We kunnen met, weet ik het hoeveel legers, op elkaar in knallen. Met 4-4 of zo. We kunnen het zo gek maken als we willen. Deze game was gewoon 1v1 online. En ja, dat dus. Dus bij deze, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Laat het vooral weten. En laten we gewoon met elkaar, en vooral ik, een hele nieuwe kant op gaan. En dan hoop ik jullie echt, echt heel snel weer te zien. Want ik ga dit keer mijn channel niet in de steek laten. Later mensen.